dames, welkom bij deze video. En vandaag heb ik geen telefoonfilmpje voor jullie of een moestuin update. Volgende week natuurlijk gewoon weer allemaal oud vertrouwd hetzelfde. Een video die echt al heel veel is aangevraagd. En echt, ik wil hem al maanden maken. Maar om de een of andere reden is het me gewoon nog niet gelukt. Blijkbaar vind ik het een heel erg lastig onderwerp om over te praten of zo. En elke keer als ik een video op probeerde te nemen, kwam er een heel warrig verhaal uit. Of was het voor mijn gevoel niet goed genoeg. Of was ik bang dat, ja, dat ik gewoon een beetje erop afgekeurd werd. Omdat ik natuurlijk geen professional ben. En ik heb eigenlijk geen idee wat ik heb gedaan. Maar zoals jullie misschien wel in de titel kunnen zien, ben ik na mijn zwangerschap 20 kilo verloren. Tijdens mijn zwangerschap ben ik echt ontzettend veel aangekomen. Echt in totaal 30 kilo. 10 kilo ging eraf bij de bevalling en toen bleef er nog 20 kilo vet over. In mijn hele leven ben ik eigenlijk altijd best wel mager geweest. Zelfs aan de dunne kant in plaats van aan de dikke kant. En ik vond het toen ook echt verschrikkelijk om ineens voor mijn gevoel dik te zijn. Ik weet dat heel veel mensen dachten dat ik gewoon, ja, die vonden me gewoon stevig en vol slank. Niet super dik, maar ik vond mezelf echt verschrikkelijk dik. Ik vond het echt heel erg en ik wou er gewoon zo snel mogelijk vanaf. En ik dacht, oké, weet je, ik ben heel mijn leven lang slank geweest. I got this shit. Dit gaan we doen. Ik word zo'n moeder die binnen 6 weken weer gewoon helemaal op haar oude gewicht zit. Want dat lees je wel eens, weet je wel, borstvoeding en nou, vliegt het er zo vanaf. Bij mij niet hoor. Nee. In het begin verloor ik een beetje vocht. Maar omdat ik net bevallen was en ik had een keizersnee, kon ik niet heel erg veel bewegen. Dus ik kwam zelfs een beetje aan. En ik weet dat het voor sommige mensen niet heel fijn is om met gewichten te gooien. Maar ik weet dat ik het zelf ook altijd leuk vind, tenminste leuk, fijn vind om te horen hoeveel iemand woog en hoeveel iemand was afgevallen of aangekomen. Voor mijn zwangerschap woog ik 57 kilo. Hierin was ik gewoon ondergewicht. Ik was echt wel te mager. Na mijn zwangerschap woog ik 81 kilo. Dit is best wel flink. Het is eigenlijk zelfs meer dan 20 kilo wat ik was aangekomen. 24 kilo ongeveer. Maar goed, ik was dus echt flink aangekomen. En in het begin, het lukte maar niet met afvallen. Het lukte gewoon echt niet. Ik ben 9 maanden lang best wel daarmee bezig geweest. Ik wist niet hoe ik moest afvallen. Ik heb allerlei verschillende diëten geprobeerd. Geen koolhydraten. Nou, dat hield ik niet eens super lang vol. Een paar uur en dan zat ik alweer een boterham naar binnen te werken. Het sap- en smoothie dieet. Dus alleen maar sapjes en smoothie drinken. Dit hield ik op zich nog wel vol. 3 dagen of zo. En toen ik eindelijk toen weer wat vast in mijn mond had. Dus echt gewoon een boterham. Knapperig of chips. Toen ben ik helemaal losgeslagen en toen, ik was 3 kilo afgevallen, alle kilo's kwamen er toen weer aan. Nou ja, in ieder geval, ik heb een hoop dingen geprobeerd en eigenlijk werkte niks, omdat ik er misschien wel te veel mee bezig was. Misschien zaten er gewoon nog hormonen in mijn lichaam, waardoor het niet lukte, ik weet het niet. Maar na de 9 maanden had ik het eigenlijk een beetje opgegeven. Ik dacht, oké, weet je, het is niet erg, er zijn genoeg mensen wat minder slank. Het is niet erg. Ik ga het gewoon accepteren dat ik voortaan er zo uitzie. En toen dacht ik, oké, ik ga het nog 1 keer proberen. Ik ga nog 1 keer mezelf bij elkaar rapen. En toen heb ik mijn hele voedingsschema een beetje omgegooid. Ik ben toen ook gaan sporten. 3 keer in de week gaan sporten. En dan deed ik een uurtje cardio en daarna een uurtje krachttraining. Ik begon met hardlopen. En dat heeft echt super veel geholpen, voor mijn gevoel. Niet natuurlijk alleen het hardlopen, maar ook mijn hele voedingspatroon erbij. En ik ga jullie een beetje vertellen hoe mijn voedingspatroon eruit ziet. In de ochtend at ik vaak laat. En dan at ik vaak of alleen een crackertje of een beschuitje. Gewoon een klein simpel dingetje, een banaantje. En ik weet dat er heel veel mensen zeggen dat je in de ochtend echt een stevig ontbijt moet hebben. Ik ben zelf altijd misselijk in de ochtend. Als ik echt een goed stevig ontbijt ga eten, dan komt het er gewoon weer uit. Dus ik moet gewoon heel voorzichtig een crackertje of een beschuitje proberen te eten. Dus zo begon ik vaak mijn ochtend. En ik probeerde mijn ontbijt ook wat later uit te stellen. Soms ging ik in de ochtend wel eens even een uurtje hardlopen. Ik had namelijk gelezen, kijk, echt, ik ben geen expert, dus ik heb hier geen verstand van. Ik weet niet of ik het goed heb gedaan. Ik zeg ook niet dat je dit na moet doen. Ik vertel alleen hoe het mij is gelukt. En wat mijn ervaring daarmee was. En mijn struggles en alles erop en eraan. Maar soms ging ik wel eens eerst een uurtje hardlopen. En daarna ging ik pas ontbijten. Er waren ook dagen dat ik mijn ontbijt gewoon oversloeg. Ik weet dat het niet goed is. Maar ik merkte dat ik dan later op de dag wat minder honger had. Dus dat was fijn. Want als ik 's ochtends om 9 uur al een boterham at. Dan had ik gewoon rond 12 uur echt ontzettende honger. Dan werd het voor mezelf gewoon wat lastiger. Dus ik probeerde mijn ontbijt altijd een beetje uit te stellen tussen 10 en 11. En dan had ik dus mijn eerste crackertje of boterham met smeerkaas. Deed ik ook wel eens, omdat smeerkaas best wel mager is. Vaak na mijn ontbijt, als ik niet al in de ochtend hard gelopen had, ging ik daarna even sporten. Na het sporten nam ik altijd een Italiaanse salade. Deze verkochten ze bij de Plus. Daar zit eigenlijk niet zo heel erg veel in. Maar zelf deed ik er nog een mozzarella bolletje door en een avocado. En dit at ik dan gewoon
op. Het was best wel een vullende salade, dus hier deed ik soms wel een uurtje over. Daarna nam ik vaak niet meer zoveel te eten. Soms wat lekkers, nam ik wel eens een handje Japanse mix. Een Snackerjacks, echt van die luchtige, caloriearme snacks. Ik had ook opgezocht wat dit zijn en ik had hierdoor een paar snacks die ik af en toe kon pakken. En dat waren onder andere Japanse mix, rijstwafels met smeerkaas, Snackerjacks. Je moet gewoon een beetje kijken wat een beetje luchtige snacks zijn. Want hier zitten vaak gewoon wat minder calorieën in, omdat er gewoon veel lucht is en heel weinig voedsel. Dus hier ging ik een beetje naar op zoek. Avondeten had ik altijd gewoon mee. Dus of we nou pizza aten, pannenkoeken, maakt niet uit. Avondeten at ik gewoon. Wel probeerde ik er in het begin wat meer op te letten. Dat ik wat magerder kookte. Ik ging naar de pakjes toe, van die knorpakjes. En dan koos ik gewoon het gerecht uit waar het minste calorieën in zaten. En dit hele voedingsschema heb ik ongeveer 2 maanden volgehouden. Toen was ik bijna al mijn kilo's kwijt. En ik heb elke dag die Italiaanse salade gegeten. Elke dag avondeten gemaakt. En elke dag gewoon heel mager ontbeten. En dan in de avond als ik echt zoveel behoefte had, dan at ik of Snackerjacks of Japanse mix. En als ik echt heel erg veel behoefte had in chips, dan at ik die Cheetos kaaschips. Want natuurlijk is het niet goed en natuurlijk zitten er meer calorieën in dan niks. Dit waren wel gewoon een paar snacks waarvan ik dacht, oké, dit kan ik wel eten. Dus ongeveer 2 maanden later was ik denk mijn eerste 10 kilo kwijt. Oh, en wat ook de grootste verandering was in mijn eetpatroon is het drinken. Ik dronk de hele dag door limonadesiroop. En ik dacht dat dit op zich niet zo heel erg veel kwaad kon. Blijkbaar dus wel. Toen ben ik dus overgestapt op Spa prikwater en hier zit een smaakje in. Maar er zitten wel maar 0 calorieën in. Super chill. Omdat op een gegeven moment word je gewoon een beetje waterbeu. Als je de hele dag alleen maar water drinkt, daar word je gewoon zat van. Dus die Spa prikwatertjes waren ideaal. En in het begin dacht ik echt, er zit heel weinig smaak aan. Maar nu drink ik eigenlijk alleen nog maar Spa prikwater. En als ik dan een Fanta of zo drink of een limonadesiroop wat gewoon normaal aangelengd is, is dat ineens echt super sterk en echt helemaal niet zo lekker. Dus inmiddels ben ik gewoon helemaal gewend aan die Spa prikwatertjes. En ja, drink ik dat gewoon de hele dag door. Nadat ik alles kwijt was geraakt, want nadat ik eenmaal een beginnetje had gemaakt, ging het heel erg makkelijk. En ben ik gewoon daarmee doorgegaan. Langzaam raakte ik eigenlijk gewoon 20 kilo kwijt. En kreeg ik weer mijn eigen vormen. En kon ik weer ineens een wat kleinere broek aan. Ik heb zo'n jeuk aan mijn oog. Heb je dat wel eens dat je gewoon hier op dat... op dat waterlijntje gewoon jeuk heb. Ik denk dat dit een beetje mijn verhaal was. Als er iets niet duidelijk is, laat het dan ook vooral weten. Dan beantwoord ik deze vragen in de vlog van woensdag. Ik heb nog een paar vragen op Instagram gekregen. Ik heb namelijk gevraagd van, ik ga nu een video opnemen. Stel je vragen. Had je verwacht dat je zoveel zou afvallen of dacht je dat het nooit ging lukken? Zoals ik al zei, in het begin dacht ik dus, I got this shit. En daarna dacht ik, ain't gonna happen. Heb je ook tips voor mensen die bijna niks lusten? Dit vind ik heel lastig, want ik weet niet wat voor tips ik daar moet geven. Dus nee, heb ik geen tips voor. Ik zou het echt niet weten. Heb je in het begin veel moeite gehad? Zo ja, hoe heb je het toch volgehouden? Ja, zeker met het stoppen met snoepen. Ik ben heel lang gewoon echt, minimaal een maand lang heb ik niks van chocola of iets. En dat was toen echt mijn verslaving, chocola, binnengekregen. Dus daar had ik echt ontzettend veel moeite mee. Maar het werkte dan wel dat ik gewoon die Japanse mix had of Snackerjacks, waardoor het iets beter vol te houden was. En ik denk dat dat ook de reden is dat ik het heb volgehouden. En af en toe hier en daar een cheat day is echt niet erg. Maar probeer jezelf wel gewoon altijd in te houden. Sterker nog, ik heb een tijdje stilgestaan en toen heb ik even een week lang gecheat. Dus elke dag gewoon weer lekker Kinder Bueno gegeten en M&M's en dingen. En daarna begon ik pas weer verder met afvallen. Dus het kan zijn dat je een tijdje stilstaat en dan mag je echt wel even een cheatdagje hebben. En waarschijnlijk ga je daarna weer afvallen. Tenminste, dit heb ik zelf gehad. Hoe kom je aan de motivatie? Soms probeer ik te sporten, maar dan verlies ik al snel mijn motivatie om door te gaan. Wat mijn motivatie was, is qua sporten, is dat mijn enige stukje vrije tijd was op dat moment. Mijn oma ging oppassen zodat ik kon sporten. Dus dan was ik gewoon even 2-3 uur alleen zonder de kinderen. Dit was dus mijn motivatie om het vol te houden. Want het was ook gewoon lekker om even geen kinderen om me heen te hebben. En voor de rest vond ik het echt gewoon verschrikkelijk dat ik voor mijn gevoel zo zwaar was. Was het moeilijk om zo te houden? Nou, eigenlijk, ik ben van mezelf niet iemand die snel aankomt en best wel snel afvalt altijd. Als er een beetje stress is, dan ben ik gelijk een paar kilo kwijt. Ik merk wel dat ik er nu veel meer mee bezig ben dan voor mijn zwangerschap. Voor mijn zwangerschap wist ik niet eens hoeveel ik woog. En nu weeg ik bijna mezelf elke dag, zodat ik gewoon goed in de gaten kan houden hoeveel ik weeg, of ik aankom of niet. Wat ik overigens wel lastig vind hoor, want ik merk wel dat eventjes dik zijn wel wat
met me heeft gedaan of zo. Als in, ik ben er nu veel meer mee bezig. Ik denk veel sneller dat ik weer een paar kilo ben aangekomen en daardoor me gelijk dik voel. Dat vind ik wel jammer, dat had ik hiervoor helemaal niet. Maar op zich is het niet moeilijk vol te houden. Ik eet nu gewoon weer normaal. Ik eet bijna elke avond wel een zak chips of M&M's. Op zich heb ik best wel een snel werkend systeem, waardoor ik niet zo heel erg snel dik word. Maar ik heb me gewoon tijdens mijn zwangerschap echt helemaal misdragen. Dus daardoor heel erg veel aangekomen. Maar ik kan nu redelijk eten wat ik wil eten hoor. Nu let ik ook niet meer echt op mijn eten. Er zijn gewoon dagen dat ik heel erg veel eet. En dan zijn er weer gewoon een paar dagen dat ik wat minder eet. Ik denk dat dit de video was. Stel, er komen heel erg veel vragen nog hierna. Dan maak ik een soort van 20 kilo lost Q&A. 2 of zoiets. Maar ik hoop dat jullie het een duidelijke en leerzame. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet vooral niet te abonneren als het goed is hier. Maar misschien ook hier. Of hier, of hier, of hier, of hier. Ik weet het niet. En dan zie ik jullie gewoon woensdag weer met een nieuwe weekvlog. Bye! Ik kan er net niet bij.